Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Dag, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Café 0.0 vanaf de zolder van Buitensporig. Het wordt hier langzaam wat warmer, maar dat is ook zo in de zindering waar we vandaag op bezoek zijn geweest. En ik heb aan tafel Gera van der Leun van Vlindertuin de Zindering. Die prachtige groene oase, zoals die genoemd wordt, tussen de straks nieuwe bibliotheek, of de nieuwe bibliotheek en misschien de nieuwe bioscoop. De entree van Tiel. Gera, welkom. Bedankt. Fijn dat je er bent. Ook leuk om bij je op bezoek te zijn. Ik kom daar straks nog even op terug. We zijn in de Zindering geweest vanmorgen even. Vertel even kort, wie is Gera van der Leun en wat heeft die nou van doen met die Vlindertuin? Ik ben Gera van der Leun. Ik ben zelf beeldend kunstenaar. Maar sinds ik in Tiel woon ben ik bezig met geveltuintjes aanleggen en plantenkastjes bouwen op straat. Allemaal mensen daarbij betrekken. En toen kwam het plan van de Vlindertuin. En toen stond eigenlijk alles al klaar. Dus, en dat plan Vlindertuin, want oorspronkelijk zou de aannemer daar bij de bouw van de parkeergarage en een zinderende biep zou daar een woonstraat maken. Met zelfs een woontorentje nog, of appartementencomplexen. Dat is niet doorgegaan. En waar komt dan opeens die tuin vandaan? Toen wij doorkregen dat dat niet doorging, waren we eerst heel blij dat er gras kwam. Mm-hmm. Maar na een tijdje vonden we het een beetje saai dat er alleen maar gras was. En eigenlijk is de Vlinderhof in Utrecht, in het Maxima Park, zijn tuin ook helemaal door vrijwilligers opgezet. En naar een ontwerp van Piet Oudolf, is ons grote voorbeeld geweest. En de ontwerper en de hovenier Edwin Barendrecht is daar als vrijwilliger bij betrokken geweest. Oh, okay. Dus vandaar dat wij heel veel kennis, hoe je zo'n project aan moet pakken, gewoon eigenlijk helemaal gratis en voor niks via hem erbij krijgen. Nou, je kunt ook zien dat, dat er een ontwerper aan de gang is geweest. Je ziet ook met hoeveel bevlogenheid die tuin wordt onderhouden, als je daar binnen loopt al. Toch moet dat behoorlijk wat geld gekost hebben. Zijn jullie gesponsord? Ja, uitgebreid. Okay. Ja, dat is best een proces geweest. Ik heb zelf de fondsenwerving gedaan. Mm-hmm. En er zijn echt, nou, ik geloof wel 30 instanties die bijgedragen hebben. Sommigen heel veel, anderen een kleiner bedrag. Maar alles met elkaar en ook nog met twee crowdfundingsacties kregen we het bedrag rond. Dus, Oké, mooi. Ik weet vanuit de politiek dat men ontzettend is ingenomen met zo'n prachtige stadsentree. Ja. Het is een hele mooie plek om van daaruit, vanuit de parkeergarage bijvoorbeeld, de stad in te lopen. Even te blijven, vlakbij terrasjes, vlakbij de bakker. Maar het gaat veel verder dan de bloemetjes en de bijtjes bij elkaar brengen. Ja. Jullie zijn ook een verbindend element geworden. Kun je daar iets over zeggen? Ja, als we daarmee beginnen, dat verbindende element, daar kwam ik al achter bij die geveltuintjes. Eerst dachten we alleen maar, het moet hier wat gezelliger, wat groener, wat fleuriger. Maar als je dat gaat organiseren met buren, dan wordt het meteen ook gezellig. Ga je samen dingen doen, ga je ze water geven, kom je elkaar tegen, bespreek je hoe het erbij staat. Mm-hmm. En dat hebben we eigenlijk ook in de Vlindertuin vanaf het begin gezien. Ja. Zodra mensen gaan helpen, dan zijn ze hoekt, weet je wel. Ja, ja. Dan zijn ze betrokken, willen ze weten hoe die er volgende week bij staat, willen ze helpen. Dus. Even wat getalletjes over hoeveel vrijwilligers hebben we het ongeveer bij de Vlindertuin? Toen we de Vlindertuin gingen aanleggen, we begonnen misschien met 10 en binnen een week waren het er 100. Wow, dat is veel. Ja, dus er stonden hekken toen nog omheen met borden erop dat je mee kon doen. En dat heeft heel erg geholpen. Ook social media en allemaal andere acties. Ja, dus een paar keer in de krant geweest. Hè? Ja, heel veel in de krant geweest. Dus dat ging heel snel. En die 100, die hebben flink geholpen. 10 weekenden op een rij toen. Dat was eind 2020. Maar nu staan er misschien nog 65 in onze appgroep. Mm-hmm. Waarvan er, ik doe een gok hoor, maar ongeveer 30 echt actief. Ja, ja.
En daarvan komt iedere week 15 of 20. Oké, dus, en die club is voldoende om de tuin keurig bij te houden? Het is voldoende, maar we kunnen altijd meer handjes gebruiken. Nou, als er mensen kijken, bij deze handjes zijn er nog steeds bruikbaar. Ja. Nou gaat het niet... Nou nee, ik wil het anders zeggen. Ik loop door die vlindertuin. Ik zie daar enkele tientallen plantensoorten. Maar het zijn er veel meer dan enkele tientallen, volgens mij. Ja, er staan 240 soorten planten in. Ja. En dan nog even los van de bolletjes en zo. Mm-hmm. En we hebben toen we het gingen aanleggen 15.000 plantjes erin gezet. Dus, onvoorstelbaar, ja. Ja, mooi. En ja. Nou heeft, begreep ik, de bibliotheek nog een zadenbank. Dus er wordt daar niet alleen maar gegroeid en gebloeid, om het zo te zeggen. Maar de zaden die gebruiken jullie ook nog om dat op te slaan in de bibliotheek. Kunnen mensen dat meenemen? Hoe werkt dat? Ja, wij noemen het zelf de zadenbibliotheek. Oké, okay, dus veel mooier. Ja, daar staat mooier. Die ook in de bieb. En, want de bedoeling is dat iemand die zakjes meeneemt, je mag 3 zakjes per keer meenemen, dat hij ze leent. Dus mm-hmm. Hij gaat zaaien, er komen bloemen, de bloemen drogen uit, hij haalt de zaadjes eruit. En hij komt het weer terugbrengen. Ja. Dus dat is het principe. Dus ook daar die verbindende factor weer. Je laat mensen terugkomen. Dus je verbindt ze in feite aan de bibliotheek, aan de zadenbibliotheek en aan de vlindertuin. En ook achter die zadenbieb, daar zit weer een hele club andere vrijwilligers achter. Hè? Want de zaden komen niet alleen uit de vlindertuin. Mensen mogen ook uit hun eigen tuin zaden brengen. Okay. En dan gaan mensen ze weer netjes in zakjes zitten stoppen, administreren. Nee, ja. Maar de zaden uit de vlindertuin die worden door de vrijwilligers ook thuis gedroogd en schoongemaakt en zo. Ja, ja. Nou kan ik me voorstellen dat die geveltuintjes waren al een succes. Daar zijn straten echt mee opgeknapt. Ja. Zeker als je door Tiel loopt, valt dat meteen op. Nou, die vlindertuin is misschien wel het kroonjuweel. Gaan jullie nog verder daarmee? Dus gaat die tuin uitgebreid worden naar andere plekken? Wordt het groter? Ja, het wordt echt heel erg leuk. Want ik hoorde natuurlijk van de plannen voor de vervanging van de riolering. Ja. En ook dat de gemeente daar meekoppelkansen in zag. En toen ik hoorde dat er allemaal nieuwe plantvakken kwamen, ben ik naar de wethouder gestapt. Wethouder Frank Groen. Mm-hmm. Toen zei ik van, goh, zullen we niet heel Tiel één grote vlindertuin maken? Dus De wethouder met zo'n achternaam, ja, kan daar geen nee op zeggen. Ja, precies. Ja. Dus bij ons is het heel belangrijk biologisch. Want je wilt insecten trekken, maar je wilt ze niet vergiftigen. Mm-hmm. Dus dat is echt heel belangrijk. Dus biologisch en insectenvriendelijk. En dat is uiteindelijk aangenomen, dat plan. En Edwin Barendrecht, die de vlindertuin ontworpen heeft, heeft ook al ontwerpen gemaakt voor al die nieuwe plantvakken. Dus het gaat echt nog veel mooier. Ja, het wordt echt gek. Is dit nu een project dat zo belangrijk is met het verbindende element, die mensen die elkaar daar ontmoeten en de planten zelf, om dat door te zetten naar andere gemeenten? Is er een soort draaiboek? Ja, ik was nog niet klaar, hoor. Nee, maar niet waar. Nee, wat er ook nog komt, is om de singel heen, komen in plaats van grasvelden, komen er allemaal kraamkamers van de vlindertuin. En daar gaan we speciaal wilde, inheemse en ook veel waardplanten neerzetten. Daar leggen vlinders hun eitjes op, zodat de rupsen meteen bij de goede plant zitten als ze... Ja, want die vlinders hebben wel een zetje nodig. Die, ja, vreselijk. Veel te weinig. Het is echt wel zorgelijk, hoor. Want vorig jaar dacht ik nog van, oh, zie je, als je een goede tuin neerzet, dan komen ze weer. Het is omkeerbaar. Maar deze zomer zijn we wel geschrokken hoe ontzettend weinig vlinders er zijn. En als je dan overleest op de site van de Vlinderstichting, die hebben ook officiële tellingen, dat gaat echt heel slecht. Ja. Dus we moeten door. Oké, nou, dat initiatief het design, hartstikke mooi. Dan een laatste vraag, nog even over die verbinding, want dat vind ik wel een belangrijk element. In tijden van vergrijzing, vereenzaming, zijn er toch steeds meer mensen die op zoek zijn naar een plek om gelijkgestemde of leeftijdsgenoten te ontmoeten. Nou, dat kan onder andere in die zindring. Ik heb gesproken met mensen van de vereniging Dementievriendelijk Tiel. Ja. Die gaan een bankje plaatsen. Dat klopt. Daar ben je vast bij betrokken. Ja. Hoe gaat dat? Is dat nog steeds? Is dat niet weg? Is dat er nog wel Nee, dat in komt beeld? Absoluut. En ik heb... zij zouden eerst een van de 3 bankjes sponsoren. Maar helemaal laat in het proces kwamen we erachter. Eigenlijk zijn die veel te laag voor de mensen van hun doelgroep. Ja.
En toen zei ik, nou weet je, dat geeft allemaal niks. We doen een vierde en die maken we dan hoger. Heb ik een ontwerp voor gemaakt. Maar dan loop je af en toe tegen de grenzen aan van wat vrijwilligers allemaal op tijd kunnen leveren. Ja. Het komt wel, maar wat later dan gepland. Geeft niks, we hebben geduld en we zien het vast komen en dan gaan we daar weer aandacht aan besteden. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Ja. Je hebt ontzettend veel verteld en ik denk heel veel mensen enthousiast gemaakt. Eén ding moeten we toch niet vergeten, dat is die wedstrijd en de challenge waar je aan meedoet. De wedstrijd is van de Oranje Fonds, ja. De appeltjes van Oranje. Ja. Daar zit je in de race, je bent heel ver gekomen. Er hebben ontzettend veel mensen gestemd op project Vlindertuin de Zindering. Maar er moet nog een pitch komen. Wat is een pitch, wanneer en waar ga je dat doen? Nou, we hebben dit echt met z'n allen gedaan, hè? Eventje, dat weet je. Edwin en ik gaan de pitch doen aanstaande zaterdag. Mm-hmm. Op een fort in de buurt van Utrecht. En dan komen al die initiatieven die meedoen ook pitchen. En dan zit de jury te kijken. En de jury kijkt gelukkig ook naar het aantal stemmen. Want wij zijn tweede geworden van al die initiatieven. Wow, dus dat is echt superhoog. En dan maar hopen dat ze ook gecharmeerd zijn van onze pitch. Hebben jullie daar straks een ontzettend strak verhaal en je wint. Wat win je dan en wat ga je ermee doen? Nou, dan winnen we nog niet eens direct. Dan zitten we bij de laatste 10. Oké. En dan, ik denk dat zij ook beslissen wie er wint, maar dat horen wij nog niet. Mm-hmm. Maar de laatste 10, die mogen naar Paleis Noordeinde. En die krijgen dan van koningin Maxima, nee, niet alle 10, maar 3 die gewonnen hebben. Ja. Krijgen een appeltje van Oranje van koningin Maxima en een geldprijs. Alle 3 van 25.000. Nou, dat is niet mis. Dat maar je hebt nog een zijn. IJzer in het vuur. Dat is de challenge Groen Icoon van, zeg ik het goed? Ja, Groene Icoonprojecten vanuit de provincie is dat. Ja, dat wordt ook heel spannend. Wij hebben ons ingeschreven met een aantal vervolgplannen. Mm-hmm. Dus onder andere die planten in en om het centrum, maar ook nog iets met scholen en ook nog een route naar Eck en Wiel voor vlinders. En dat krijgen we volgende week vrijdag te horen of dat doorgaat. Mm-hmm. En als dat doorgaat, dan hangt daar mogelijk een prijs van een ton aan vast. Dus, Okay. Dus dat is ook echt heel spannend. Ik kijk al uit naar de tuin die je daarvan kunt gaan maken. Ja, precies. Dat geld hebben we gewoon nodig om verder te kunnen. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik vond het zeer inspirerend. Ik hoop dat veel mensen een kijkje komen nemen en misschien hun handen uit de mouwen gaan steken bij de Zindering. Voor de kijkers thuis, als u geïnspireerd bent geraakt, ga vooral eens kijken in die vlindertuin de Zindering midden in Tiel. Prachtige stadsentree. U kunt meedoen en u kunt ook gewoon rustig gaan zitten wandelen of verbazend met het om u heen kijken. De challenge Groene Icoon is nog even spannend voor de medewerkers van Vlindertuin de Zindering en natuurlijk de appeltjes van Oranje. In dezezelfde uitzending zijn we op bezoek bij de Zindering en heeft Gijs een gesprek met de paar vrijwilligers in deze prachtige omgeving met de zon volop op de achtergrond. Ik wens u veel plezier en graag tot de volgende.